had een vraag over het effect van langdurig muziek luisteren op het brein van iemand. Ik had als vraag, is het mogelijk dat een computer ooit van bewustzijn laat voorzien? En wat is de biologische verklaring voor ons bewustzijn? Ik denk dat het heel erg goed is om op een hele onderzoekende manier bezig te zijn. Omdat wetenschap natuurlijk in het grote plaatsvindt op universiteiten. Maar het wakkert ook nieuwsgierigheid aan. Iedereen heeft wel dingen om zich heen waarvan hij vraagt van hoe kan dat nou eigenlijk? Is op zoek naar verklaringen. Wil meer weten van de dingen die om hem of haar heen gebeuren. En dat is eigenlijk wetenschap in het klein. En dat sluit heel erg aan bij de nieuwsgierigheid. Die jonge mensen, kinderen vaak hebben. Ik vind de les over de wetenschapsagenda heel leuk, want normaal doen we dit niet. En dat geeft ook een nieuw perspectief over wat er gebeurt met het geld van de overheid. Ik vind het ook wel leuk met die filmpjes van al bekende Nederlanders. En leuk om over wetenschap na te denken. Ja, dat doen we sowieso al hier op school. Ik vind het best wel interessant, omdat ik het sowieso best wel leuk vind om over bepaalde dingen na te denken, filosofische dingen, wetenschapsdingen en dan een combinatie. We hebben net een les AMW gehad, waarin we het tweede blok hebben gedaan van het lespakket wat gemaakt is rond de Nationale Wetenschapsagenda. Dat ging eigenlijk over wat is nou een goede wetenschappelijke vraag. Er zaten net een groepjes bijeen. Een van de jongens die vroeg zich af van wat was er eerder, kip of ei. Een andere jongen die vroeg zich af van klopt nou eigenlijk de oerknal wel? En we hebben samen nagedacht van, kunnen we die vragen nog net iets anders maken, dat ze wat specifieker zijn, dat ze eigenlijk wat beter onderzoekbaar zijn.